Jullie leggen bij mij neer je legitimatiebewijs, paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Deze, ik vind deze inderdaad. Deze vind ik heel grappig en deze. Ja. Om een politieke partij op te richten en mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen moeten we nog wel een paar stappen zetten. We willen meedoen in Almelo. Die keuze is al gemaakt. Jongens, volgens mij moet wel even een knoop doorhakken over de naam. Ja, welke naam hebben we dan? Ja, niet. We hebben toch nog geen naam? Een idee, ja. Nou, we kunnen de veel niet gebruiken, want er zijn er al een aantal. Ja, 16, hè? Precies, dat kan de 17. We kunnen ook nummer 16 gewoon heten. Nee, tuurlijk niet. Lijst 17. Lijst 17. Maar goed, wat al eerder te tafel is gekomen is Hub Almelo. De van suggestie van Henk van der Kolk. Ja, Hub Almelo. Ha! Die vind ik wel leuk, maar het is meer een voetbalclub. En Almelo. De Partij voor Iedereen. Mwah. Beetje gezocht. Ja, dan hebben we nog Partij Almelo vooruit. Paf. Ja, die staat wel toch? Ik vind hem wel leuk. Nou, dan zijn we erover uit. Paf. Ja. Staan we allemaal achter. Wil jij even met ons meelopen? Oh, ja, klinkt goed. Stefan, wij beginnen een politieke partij. En dan kan social media natuurlijk niet ontbreken. En nou goed, wie weet het beter hoe we met social media om moeten gaan dan jij natuurlijk, als social media redacteur. Wat hebben we nodig om ons online ook te profileren? Ja, social media accounts, maar... Ja, maar TikTok moet Frank dansjes gaan doen. Als jij zegt van ja, ik wil alleen maar hele jonge mensen bereiken, dan moet je heel veel op TikTok gaan doen. Ja. En ik zeg ik wil ja, toch wat meer. Maar TikTok is er echt lagere school of niet? Ja, tieners vooral. Ik heb jou wel zien dansen, maar. Nee. Geen TikTok. Je moet eigenlijk per kanaal even kijken wie je wilt bereiken. Het publiek op Facebook is op zoek naar andere dingen dan. Op Instagram. Mensen die op Facebook een filmpje voorbij zien komen, die moeten in de eerste 3 seconden gepakt worden, anders zijn ze weg. Dat is heel anders. Op YouTube klikken mensen bewust op een filmpje om te gaan zitten. Op Facebook moet je voorbij komen, moet je in de eerste 3 seconden moet je meteen gepakt worden en blijven hangen. Dit zie ik jullie ook wel doen. Gemeente en de bewoners, het is geen goede band. Ik sta hier in Almelo, dat zie je natuurlijk zo. Het stoplicht gaat van rood naar groen, stemmen op PAF, dat moet je doen. Wees niet laf, stem op PAF. Jij kunt heel goed zingen. Even goed, heb je nou ook nog goede tips verder? Nee. Stel dat wij heel inhoudelijk willen zijn. Dat zijn we, in de raad willen we dat natuurlijk heel graag. Maar kunnen we dat ook via social media gaan overbrengen? Of zeg je dan gewoon, ja, dan ben je gewoon totaal verkeerde adres. Je moet gewoon lekker popiopie doen op die kanalen. En dan gewoon zoveel mogelijk mensen trekken. Als je speerpunt is, we willen meer lantaarnpalen in de stad. Dan moet je iemand zoeken die heel erg gebaat is bij een lantaarnpaal in de straat. Omdat ze een, weet ik veel, hondjes overreden of wat dan ook. Ja, en anders moet je licht ergens anders opsteken. Frank, we gaan verder met jou. Ik denk dat hij voor slogans en posters is het een gouden jongen. Ja. Hoe heet jullie partij eigenlijk? PAF. Partij Almelo vooruit. PAF, PNV. Partij Almelo vooruit. Het is nu al een pakkende naam, zie ik. Nee, hartstikke leuk. Ja, wat is nou een politieke partij zonder een logo? Ja, nee, je moet wel een logo hebben, je moet een idee hebben, je moet over nadenken. Mark hebben we laatst al een keer gevraagd of hij een logo wil maken. Mark is iemand die bij ons alle vormgeving doet bij RTVO's. Kunnen wij er natuurlijk gebruik van maken als politieke partij. Dat is handig. Zullen we hem gewoon even video bellen? Nou, dat lijkt me handig. Hey, hoi Mark. Hey Mark. Hey, alles goed? Ja, gaat zeker goed. Onze politieke partij gaat voorspoedig. Wij zaten ons alleen maar af te vragen van hoe belangrijk is iets als een logo eigenlijk. Want dat, we zijn geen bedrijf natuurlijk. Nee. Nou, het is natuurlijk niet alleen een logo, het gaat ook om je algehele visuele identiteit, hè, zoals mensen dat een beetje dertig noemen. Maar dat is dat mensen dan meteen kunnen zien aan de hand van wat jij gemaakt hebt, zeg maar, zo van, daar staan zij voor. Ja.
wat past bij ons? Ja, ik zal even een paar voorstelletjes laten zien. Het zijn wat richtingen, schetsen. Misschien zien jullie nu een logo. Dit is even het thema uit je 1 waar jullie toen mee kwamen. Zijn ook vrij letterlijk een stoplicht. Ik vind het wel heel grappig, maar is dat misschien te kinderlijk of te speels? Of ja, het doet mij eerlijk gezegd een beetje aan Teletubbies denken. Volgende is een heel ander stijltje, meer op het beeldmerk en op de initialen van de letters. Ja, een beetje saai. Ja, ze valt niet op, hè? Mooi. De volgende. Nog een themaatje van stoplicht. Dat kwam hier nog even uit. Puur ook met de initialen van de partij PAV. Ik denk dat het vrij snel in de volksmond dan zal zijn dat het PAV gaat heten ook. Het is een diepe stilte. Ja, ja. Heel eerlijk gezegd zie ik nu ineens de bibliotheek voor me. Even geld nodig. In de Almelo in ieder geval. Ik neem deze wel het meest serieus tot nu toe op een van de meer. Ik heb ook wel een beetje, het kan ook een bedrijf zijn, maar... Nou, ik vond die stoplichtletters, zeg maar, die vond ik net ook wel aardig. Alleen daar heb je dus inderdaad niet heel dat partij Almelo vooruit, die boodschap, die zit er niet helemaal in. Dit is nog weer het stoplicht. Nou, ik vind deze ook wel aardig. Precies. Ja, wat lach je nou dan? Het is inderdaad wel grappig, ook die beweging die erin zit. Ja, dat is toch de vooruitgang? Ja, ik vind hem wel leuk. Ik vind deze inderdaad. Deze vind ik heel grappig en deze. Ja. Die twee. Ja. Maar we hebben wel een beetje het idee dat we er voor iedereen willen zijn. Ja. Nou, dus een beetje middelmaat in die zin. Een stoplicht is het dat betreft wel iets wat iedereen gebruikt. Ja. Ik vind hem wel leuk. Ik ben voor deze. En iedereen is voor groen licht natuurlijk, want niemand staat graag een half uur voor een rood verkeerslicht. Maar dat is ook een puntje voor het partijprogramma trouwens. Ik weet één stoplicht waar ik altijd heel veel last van heb. Volgende punt. Als aankomend politici staan we voor een moeilijke keuze. Willen we wel een vereniging beginnen? En wat zou jouw bezwaar zijn? Je hebt heel veel leden nodig. Tenminste. Nou, niet heel veel, maar je hebt wel leden nodig. Bestuur. Dat zorgt altijd voor gedoe. Dat zie je heel vaak bij beginnende... Ja, want hoe doen andere partijen dat? Nou, we hebben natuurlijk het voorbeeld van de PVV. Geen leden. Maar het is wel echt een uitzondering. Dat is wel makkelijk. Heb je geen... Geen discussie. Ja, maar ja, aan de andere kant, als je een democratische partij wil zijn en je bent zeg maar zelf niet democratisch. Lastig dilemma. Leden of niet, dus een vereniging of niet, een stichting, de ja of de nee. Allemaal vragen en daarvoor moeten we maar eens naar de notaris. Dan moet je ook een borg betalen. Moeten wij die bij u betalen? Volgens mij is dat allemaal iets wat achter de actie van de notaris zit. Dat is zo gauw die akte gepasseerd is, zo gauw die vereniging is opgericht, zo gauw die vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, moet men zich melden bij de gemeente om op die kieslijst te komen, om daar zaken geregeld te krijgen. De kieswet stelt daar een hoop spelregels voor. Die ken ik allemaal niet uit mijn hoofd, maar ik weet dat ze er zijn. En het staat mij bij dat daar iets van een borg betaald moet worden. Kortom, wat moeten we dan hier doen? De partijnaam vastleggen? Jullie leggen bij mij neer je legitimatiebewijs, paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Dat scan ik. Jullie geven mij op wat de naam van de club moet worden, wat de doelstelling is. Nou ja, het zijn van politieke partij en daar hoeft het programma niet in die doelstelling te staan natuurlijk. Dus wat die politieke partij aan meningen gaat ventileren, staat daar niet in. Ik adviseer vaak om een uitgebreid huishoudelijk reglement te maken. Want dat huishoudelijk reglement, daarvoor hoef ik niet naar de notaris. Die statuten globaal de structuur van de vereniging te laten bevatten. En alles wat niet structureel is, in het huishoudelijk reglement te stoppen. Want dat kun je bij wijze van spreken in elke jaarvergadering weer aanpassen. Hé hey Frank, wil je even meelopen nu over de politiek? Pepijn, loop je ook even mee? Even nu. We moeten het nu echt even hebben over de partij, want ik krijg klachten. En als ik ergens een hekel aan heb, is het klachten krijgen. Ik bedoel, ik geef jullie alle vrijheid. En wat er nu dan gebeurt, is echt niet goed. We hebben een partij die alleen maar bestaat uit mannen. En ik krijg daar nu al mails over. Van jongens, waar zijn de vrouwen? Waar is de afspiegeling van deze partij, van de maatschappij? En dat snap ik heel goed en daar moeten we ook echt wat aan doen. Want dat kan echt niet.
Volgende keer tips voor een bliksemcarrière. Ik denk dat heel veel mensen hier op mij hebben gestemd omdat ik dus vrijwilligerswerk doe, omdat ik veel zichtbaar ben in de samenleving. Hoe breng je die dan in de praktijk? En contact met de kiezer. Wat zou u nou zeggen, dat moet worden veranderd hier? Nou, dat hun naar de volk moet luisteren. Dat is het enige.